Yo gasten eentje, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we Barry naar rang 30 pushen. zoals altijd, beetje laat, helaas. ik was om 8 uur 's ochtends wakker geworden om de knokker te gaan pushen en toen was hij er niet. toen was ik weer in slaap gevallen en toen ben ik om half elf wakker geworden of zo. toen ben ik live gegaan en heb ik hem naar 900 gepusht op stream en dan gaan we nu even de rang 30 pushen. sorry voor die voice crack. oké, okay. we staan tweede van Nederland trouwens. Uh, het bos heeft al rang 30, respect. en ik sta 54 van de wereld. Ik doe het op een cursed account omdat ik op mijn main-account geen goud heb om hem te upgraden. Bla bla bla. En op een cursed account kan je gewoon de Brawl Pass kopen en dan heb je hem meteen naar level 11. Dus ja, dat is de reden waarom ik niet op mijn main zit. Cursed accounts zijn ook leuk, uh, maar niet zo leuk. Uh, ik zou hem eigenlijk liever op mijn main willen pushen, maar goed, het maakt niet heel erg uit. Oké, okay, tegen een Frank, een Colt en een. Uh, hoe heet dat ding? Macy. Frank is nu echt heel OP. Voor Frank moet we een beetje oppassen. Um, ik ben met uh, Rico en Shelly. En Shelly kan in principe wel een uh, Frank vernederen. Oké, okay, uh, let's go. Je krijgt natuurlijk je, je, krijgt je super met Barry door je teammates te healen of jezelf te healen. Met je super doe je 3000 damage als je op hun dasht. De star power die ik gebruik is dat je op unpainted areas, dus gewoon areas waar nog geen berry attack ligt, doe je 1500 damage. En op die andere doe je gewoon 1300 damage. Dus ja, kijk, nu doe ik 1320. Maar als ik hem hier zou, nu die Macy zou hitten. Oké, okay, je ziet het niet. Zou dat 1500 nog wat? Volgens mij 1560 doen of zoiets. Um, en de gadget die ik gebruik is dat je kan spinnen. Want dan kan je knock by, knockbacks doen. Dan kan je in Brawl Ball natuurlijk makkelijke goals maken. Kan je, ja. Yeah. Ik, ik wou die Macy knockbacken, maar dat was niet nodig. Want mijn teammate had die al dood. Nice. Eerste potje ging heel makkelijk. Um, Barry dat heel goed. Het is een soort van werper. Het voelt een beetje als een soort Willow, Barley. Ja, gewoon een werper. Willow en Barley. Hetzelfde soort attack. En ik gebruik trouwens de... Gear voor speed en voor vision. Dat is natuurlijk op deze map wel heel goed. Het verschilt natuurlijk per map welke gears en zo je moet gebruiken. De damage gear en zo is ook wel goed. Maar de damage gear is niet heel belangrijk. Want uh, je bent meestal vol AP met deze knokker. Dus je gaat niet echt onder 50% HP zitten. Uh, we hebben pas vanaf 0. Hebben we één potje verloren. Ik had van 0 naar rang 27 alles gewonnen. En toen had ik dus net verloren. Dat was wel jammer. Ik wil eigenlijk als titel. Oh kut, ja, die Frank verneukt ons daar natuurlijk. Maar ik wil eigenlijk als titel doen dat we. Van 0 naar rang 30 alles zouden winnen. Helaas niet het geval. Kwam omdat we speelden met Dynamite, Berry en Rico. En toen kwamen we tegen een Frank, Edgar en Mortis. En ja, dat is niet echt te winnen. Helaas. Uh, dus daarom is het team met Shelly gegaan. Omdat met Shelly kan je natuurlijk wel deze knokkers counteren. En dan doe je huppa, Primo dood. En ja, het is echt een goede knokker. Het is, uh, het is best wel makkelijk om te spelen. Uh, we winnen natuurlijk ook gewoon hier weer binnen 30 seconden. Wat ja, natuurlijk niet normaal is. Uh, nou ja, met een streak betekent dat we, dat, dat we gewoon nog 7 games moeten nu. We krijgen 11 per win, bla bla bla. Um, Oké, okay. ze dus moeten nog 7 games winnen. Als al die games 30 seconden zijn, ga ik wel even doorspelen. denk ik misschien naar rang 31 of zo. We gaan het zien. We gaan het zien. Oké, okay. tegen een Dynamite, een Jackie en een Shelly. Even kijken of we hier gewoon weer wat kunnen doen. Met, met Barry kan je een beetje wel de lanes hier lekker controleren. Die Jackie kan er niet echt inlopen. En als ze dat wel doet, ja, dan, dan pakt ze damage natuurlijk. Oké, okay, ik kan hier mijn teammate healen. Oké, okay, helaas was dat niet op tijd. Um, maar je kan je teammates healen en dan krijg je daar ook je super van. Wat ook wel een unieke mechanic is van die knokker. Oké, okay, ik zal het hier even op die Rico gooien. Kijk, dan krijg ik zelf ook mijn super, wat gewoon chill is. Um, maar de super van Barry is niet heel goed of zo. Ik ga hier wel even op die Dynamite. Moet ik wel even oppassen voor die Shelly. Oké, okay, die slag van mij heb ik gemist. En met die slag kan je ook je teammates en jezelf healen. Dus als Trust My Level 1 nu uh, minder HP had, had ik mijn gadget kunnen doen. Dan kunnen we hem healen. Uh, volgens mij zei ik net super, maar met de gadget kan je je teammates healen. Oké, okay, mooie super van Shelly, waardoor ik gewoon even kunnen scoren. Ja, dit gaat lekker. Oké, okay, de map is hier ook open, wat wel chill is natuurlijk. Want we spelen tegen een Jackie Shelly en dan is het wel chill voor Barry als de map een beetje open is. Um, het helpt natuurlijk wel door de vision gear te gebruiken. Die is echt heel erg handig op deze map. Kijk, ik doe zo, huts, heal ik zelf 1000 HP. En dan doe ik een beetje, uh, dan knock ik die guys zeg maar weg. Je kan er ook mooie goals in maken. Even kijken of ik hier wat kan doen. Uh... Nee, niet per se. Maar hebben we hebben gewonnen. Nice. Gaat ons echt heel makkelijk af. En dat is chill. We hebben natuurlijk ook een Shelly en een Rico met Hypercharge. Dus we horen in principe ook gewoon alles te winnen. Want we spelen echt met een mega goede combo. Uh, Messi moet nog twee games. Messi is trouwens Shelly. Messi moet nog twee games van rang 30 Shelly. Uh, hopelijk wil hij die doorspelen. Naar misschien rang 31 of zo. Rang 32 voor hem. I don't know. We gaan het zien. Uh, Oké. Okay. La Costra, Balatic en Geier. Dat zijn de enemies. Oké. Okay. Tic is hier sowieso niet zo goed. Bus en Nita, wel, moeten we een beetje voor oppassen, misschien. Maar. Uh, Tik is een stuk minder een goede werper hier dan Barry. Uh, kijk, kan in principe gewoon op hun aflopen. En dan doe ik die gadget. En dan nok ik ze, zeg maar, weg. Wat wel chill is. Uh, even kijken, kan ik hier. Ja, lekker. Ik kan hier de kills maken. En ik kan mijn teammates ook lekker healen. Wat natuurlijk niet echt nodig is, want ik heb toch al. Mijn super, maar ja, boeien. Het, uh, het kan wel. Dus een van de tips waar je op moet letten is. Als je een goal kan maken als iedereen dood is. En je teammates. Uh, zijn niet vol HP en je hebt je super nog niet, bla bla bla. Dan kan je ze even snel healen en dan krijg je nog je super. Je kan ook natuurlijk jezelf healen met deze knokker, wat ook chill is. Uh, je kan ook bijvoorbeeld in Showdown in de storm wat langer overleven. Nou, niet in de storm, dat is in Fortnite natuurlijk. Maar gewoon in het gas van Showdown. Ja, jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Oké, okay. je kan mooi dribbelen met deze knokker. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uit probeer te leggen. Op stream heb ik het natuurlijk heel duidelijk uitgelegd. Dus als jullie in de stream waren, thanks daarvoor. Het uh, was een leuke stream, de chat was ook heel gezellig. Uh, dus ja, dat is top. En we hebben trouwens een Mastery-ding unlocked. Niet dat dat wat boeit. We kunnen er niet echt op klikken. Ja, kijk. 200 punten. Boeit niet heel erg. We moeten nog een paar potjes winnen voor rang 30. Dus dat gaat lekker. Oké. Okay, even kijken. Uh, Jackie, Bus Frank. Hele goede combo. Op deze map. Uh, ja, dus daar moeten we eventjes voor gaan oppassen. Het zou jammer zijn als we meteen zouden verliezen. Gaan we via, ja Ze gaan allemaal via het mid. Dan kan ik gewoon heel erg lekker dit erop gooien. Um, we moet alleen even oppassen voor die Frank. Hij attackt echt heel snel nu, natuurlijk. Uh, mooie super van Messi. Dat betekent dat die map redelijk goed geopend is hier. Huts. Oh, goede super van Bus. Maar ik denk dat we hier dan nog wel kunnen scoren. Ja, mooie goal van Messi. En ja, we hebben onze super niet. Maar ik zeg je eerlijk: je wil ook niet echt met een Barry super in deze tanks gaan. Super, dat heeft niet heel veel nut. Dan ben je eigenlijk gewoon dood. Uh, die Bus is heel boos op zijn teammate. Ik weet niet precies waarom. Oké, okay, kijk. Hier kan je dus die Gadget doen. Oké, okay, ik had het beter voor die Bus kunnen bewaren. Um, maar die gadget van Barry kan heel erg je leven zeven, Wat wel echt heel chill is. Ik weet eigenlijk niet eens wat die andere gadget doet. Volgens mij doet die andere gadget... Ja, nou, ik, ik weet het serieus niet. Ik had gewoon op stream gekeken wat, de beste dingen, wat mij de beste dingen leken. En die heb ik toen gekocht. Ook met een beetje, met een beetje de hulp van de chat. Um, Oké, okay. ja. Easy win. Heerlijk. Die uh, beurs die is er ook helemaal blij mee. Ja, dat geloof ik niet dat hij er blij mee is. Maar goed, rang... 29. Nog 4 games. We hebben hier ook een startdrop volgens mij. Dat is leuk voor de video. We krijgen natuurlijk op mijn kanaal altijd een rare startdrop. Het is echt niet normaal. Maar prima. Oké, okay, Messi is nu even M's gegaan. Wat prima is. Ems is ook wel een knokker die wel goed is. Geen hypercharge, helaas. Maar ik denk dat we alsnog wel kunnen winnen. Zonder een Shelly. Oké, okay, Shelly is wel heel belangrijk tegen Frank en zo. Maar ik hoop dat we alsnog wel kunnen winnen. Misschien ga ik even via mid lopen. Ja, dan gaan we Rico lane. I don't know. Misschien Ems mid. Maakt niet heel erg uit. Die Frank is nu al dood. Heerlijk gedaan van mij en Messi. Uh, El Primo loopt hier. Kijk, die gaat heel stoer. Dan gooi ik hem gewoon weg met, met mijn gadget. En ja, misschien is de plus 4 gadget of de plus 4 gear ook goed. Dat je 4 gadgets hebt. Maar ik weet niet. Vision en speed lijken iets beter op deze map. Oké, okay, even hier ingaan. En dan is de knockback. Oké, okay, perfect. En gelijk mijn super weer terug. Dat is lekker. Uh, mooie superkick van mijn teammate. Heerlijk. Oké, okay, nou 30 seconden alweer gescoord. Het gaat echt goed. Dus uh, ik heb het ook nog helemaal niet gevraagd, maar mensen, like alsjeblieft even die video, kom op. Ik uh, ben hier weer gewoon op release day, eventjes weer 30 euro aan het uitgeven. Aan die knokker, oké, okay, zonder dat ik er dood ging. Dus ja, een like wordt zeker gewaardeerd. Uh, er waren wel mensen die hadden gedoneerd in stream. Dat waren uh, Bunky, ShadowNL, uh, even denken hoor. Ik was iemand vergeten een shout-out te geven op stream, dus ik moet echt even zijn naam goed bedenken. Uh, Youssef was het ook, maar die had ik wel onthouden. Er was nog iemand... Uh, Alexander, thanks iedereen dus voor doneren, doneren, Bunky, Shadonel, Youssef, Alexander. Daardoor heb ik eigenlijk wel winst gemaakt met de, de brander kopen en een stream doen. Dus dat is leuk. Thanks boys. En ja, we maken sowieso winst, want uh, we winnen elk potje hier. Oké, okay. drie games nog. Dat is lekker. Uh, de video is dan wel echt heel kort. Um, ga ik wel van mijn teammates vragen of ze zo meteen door willen spelen. Maar misschien rang 31 of zo. Dan heb je leuk even die 1000-plus gameplay dat ik met Lily. Als die video echt maar 10 minuten duurt of zo. Is dat is natuurlijk saai. Dat zei ook iemand in de stream. Die zei: Ja, maak even een video van half uur. Ik, ik vond dat wel een goed idee. Maar ja, dan uh, moeten we misschien even doorspelen. We gaan het even zien. Ik uh, ga zo waarschijnlijk wel strand. Dus ik weet niet of ik rang 35 vandaag ga halen. Maar we gaan het wel zien. Ik denk dat ik Barry wel rang 35 wil gaan pushen deze week. Dus uh, dat komt zeker goed. Uh, let's go. Cold dood. Oké, okay, dat was jammer. Mijn teammate. Pasen dan denk ik per ongeluk naar die Jackie. Uh, Oké, okay, die Jackie is ook dood. Top. Uh, ik kan ook mijn teammates zo super En dan healen ze ook trouwens. Uh, dus ja, je kan eigenlijk met, met alles van Barry kan je teammates healen. Het is echt een uh, zeer goede support brawler, zeg maar. Oké, okay, nice. Mooie pasen van mijn teammate. En een uh, mooie goal. Tegen Bas. Dus Bas, als je Nederlands bent. Hoi. Uh, GG's. GG's, ja. Oké. Okay. Even kijken. Uh, we kunnen hier op die cold springen. Dat doen we even zo. Oké. Okay. Dat wou ik zeggen. Dat, met, dat doen we even zo. Wou ik met gadget klikken, maar dat lukte helaas niet. Dan weet hij met scoren alweer. Ja. Heel erg goed. Moeten we nog twee games? Het gaat echt zo lekker, mensen. Het is echt niet normaal. Het is echt zonde dat we die ene game hadden verloren. Anders had ik gewoon een titel kunnen maken van. Ja. Uh, rank 30 zonder losses. Ja, dat, dat zou echt leuk zijn. Maar goed. Oké. Okay. Even kijken. Searching for players. Searching for players. Dat is ook mooi. Ik hoef waarschijnlijk niet te knippen. Tenzij dit echt 10 minuten duurt. Deze matchringing. Maar ik denk dat het wel binnen 5 seconden gefixt is. Dus. Hoe gaat het mensen? Hoe gaat het? Laat het even weten in de comments. Heb ik toch weer van die matchringing vol geluld. Top. Oké. Okay. Uh, Bibi. Edgar. En uh, Fang. Oké. Okay. Prima. Dat komt wel goed. Dat uh, is zeker winnable. Uh, Wauw. Fang is een kijker. Oh my god. Loot level 1. Welkom. Ja, welkom. Ik, waarom zeg ik welkom? Ik ben het gewend om te zeggen welkom bij de stream. Maar, hoi, Loek. Uh, loot level 1. Zieke, zieke free win. Ja, prima. Dat, uh, dat hebben we ook al lang niet gehad in een video trouwens. Dat we een, een fansnipe hebben. Dat hadden we vroeger echt vaak. Maar, I don't know. Uh, ja, we moeten nu in ieder geval nog één game voor rank 30. Uh, heel veel healing. Waarschijnlijk ben ik star player omdat ik zoveel healing heb gedaan. Even kijken. Nee, nee. Messi is star player. Oké, okay, dat doet hij goed. Uh, kom even door spelen R31. Ja, prima. Oké, okay, hopelijk willen mijn teammates dat. En dan uh, gaan we gewoon even. Ja, we gaan in ieder geval die rang 30 sowieso halen. Want tenzij we nu ineens drie keer verliezen. Maar ik, dat lijkt me van niet. Dus we, we spelen zo dominant. Ik denk dat we alles wel gewoon eventjes gaan winnen. Zes van de zes. Let's go boys. Potje voor rang 30. Zijn jullie hyped? Ja, ik praat dit alsof het een stream is. Zijn jullie hyped? Laat het achter in de comments. Maar als jullie dit zien, dan heb ik de rang 30 sowieso gehaald. Dus geen paniek. Oké. Okay. Jackie, Rosa en een Frank. Uh, Barry tegen Frank is niet echt een chill lane, vind ik zelf. Uh, kan liever tegen Jackie of Rosa. Maar prima. Ik kan die Frank hier ook nog wel redelijk op afstand houden. Uh, totdat die Rosa ons gaat slowen. Ja, dat heeft ze gelukkig niet echt gedaan. Best wel slechte slow. Ik moet niet op die Frank dashen, want dan, dan ben ik dood. Uh, even kijken. Ja, ik moet even zien waar hun zitten met mijn fishing gear. Frank zit daar. Rosa zit daar. Kan wel van super op Rosa. Oh ja, heel, heel vervelend is aan die super. Hij auto-eemt niet naar de enemies toe. Hij auto-eemt gewoon een random kant op. Oké, okay, wow. Die Frank, jongen. Echt een vervelende knokker is dat nu. Maar ja, ik wou in ieder geval auto-een op die Rosa. Maar dat doet hij helaas niet. Uh, Oké, okay, even kijken. Nice. Die Frank moet eventjes de map gaan openen, trouwens. Want dan hebben we echt een stuk makkelijker. Uh... Dan hebben we het een stuk makkelijker. Let's go. Oké, okay. Frank daar is gehit. Ik heb bijna weer mijn super. Dat is top. Uh, hele goede super van onze Rico. Hij heeft ook hypercharge trouwens. Dus dat is goed. Laat ik hier even superen. Oké, okay. Rosa knockbacken. Weg superen. En die is dood. Oké, okay. kan Ems hier scoren? Uh, niet per se, maar mijn teammate misschien wel met Rico. Nee, wauw. Oké, okay, dat is jammer. Ja, Messi had geen uh, ammo waarschijnlijk voor een knockback. Dus dat is jammer. Oké, okay. we zitten hier wel in een gevaarlijke positie. En we gaan het misschien verliezen. Nou ja, we gaan niet verliezen, maar we gaan wel een tegenkomen. Misschien pak hier. Uh, hup. Nee! Wauw. Die gadget van mij was een beetje slecht. I don't know. Dit was echt niet optimaal. Maar goed, we gaan even kijken of ik hier misschien wat. Nee, ik kan hier niet, niet echt wat doen. Frank is echt OP en vervelend, mensen. Oké. Okay. Messi is echt ziek hard aan het carryen met deze supers, trouwens. Laat ik even hier die doen, dan is hij dood. Toppie. Uh, Jackie is ook dood. En Ems kan scoren. Heerlijk. Oké, okay, 1-1 en het wordt extra tijd. De map is ook een beetje wat meer open, wat goed is voor ons. Uh, dus het ziet er nu wel niet rooskleurig uit, maar het ziet er wel rooskleuriger uit dan net. Ja, laten we het daarop houden. Oké, okay. kutzooi, wat is Frank vervelend, man. Damn, oké. Okay. Hij gaat ons zo uh, superen natuurlijk. Laten we hier even onze super gooien. Die knockbacks. Oké, okay, heerlijk. Dit gaat echt fucking goed. Als ik hier die bal krijg, kunnen we scoren. Jackie dood. Yes, sir. Oké, okay, we hebben gewonnen. Uh, gooi ik hem hier in die hoek. Heck. Oké, okay, eigenlijk nog bijna verpest. Maar goed, we hebben gewonnen. Rank 30 binnen. Dit was wel een heel goed potje. Best wel in intens. Dus dat is leuk. Uh, Rank 30 Barry is binnen. Maak even een mooie screenshot voor de Instagram. Hier ook een mooie screenshot. Let's go. En uh, we hebben wat unlocked. Ranked. Oh, geweldig. We willen echt ranked met Barry spelen. Let's go. Laten we nog heel even doorspelen. Als mijn teammates dat willen. Ik heb niet eens gelezen of ze dat willen. Ja, prima. 4 um, van de 6. We zitten dus nu op 1000 plus. Dus dat is goed. Uh, even kijken of we misschien rang 31 kunnen halen. Kijk hoe laat het nu is. Oh, ik ben gebeld. Um, oké, okay. nou, yeah, whatever. Volgens mij is dat de autodealer. Ik heb dus een BMW gekocht. Fucking dik. Daar ga ik binnenkort een video van maken, denk ik. Uh, maar die kan ik, denk ik, vandaag of morgen ophalen. Dus dat is fucking dik dat ik nu word gebeld. Maar fuck it. Ik bel na de video over terug. Let's go. Uh, Boel. is het, denk ik wel. Oké, okay, oké. Okay. We uh, hebben misschien liever M's tegen Boel. Uh, maar Mortis is gevaarlijk. We kunnen allemaal niet echt tegen Mortis spelen. Even kijken. Uh, ik moet hier even op die Ems gewoon schieten. Want dan hit ik de Mortis en dan heal ik de Ems tegelijk. Dat is, de, dat is wel een goede manier van Barry spelen. Uh, Oké, okay, B is hier dood. Dat was een beetje een slechte turret van B. Nice, mooie goal Messi. En B heeft ook haar super verspeeld. Ik weet niet precies waarom Blut dat deed. Uh, we kunnen hier, als die Mortis niet bij hun camt... kunnen we op de B gewoon superen. Ja, ik denk dat het wel goed. Oké, oh, kut. Dat was echt heel slecht. Maar het was een poging waard. Weet je, als ik die bee had gehit met mijn super en dan een gadget gooide, dan was ze sowieso dood. Um, soms moet je natuurlijk even risico's nemen. En dat, dat, ja, soms speet het off en soms niet. Oké, okay, uh, ik kan zeg maar, mijn gadget nog inklikken als ik 1000 wil healen trouwens. Dat is ook prima. Dus als die bee ineens met zijn haar 4K-shot wil hitten, uh, dan. Oh, kut, ik heb geen helemaal om die mortis te. Ja, deze knokker reload echt heel traag. Oké, okay, dat is zonde. Uh, hopelijk kunnen we meest verdedigen, ik weet het niet. Nee. Oké, okay, helaas, helaas. Ik had serieus wel wel beter kunnen spelen daar, maar maakt niet uit, maakt niet uit. Uh, die boel even op afstand houden met zijn Wind Raider pin. Ja, uh, oké, okay. laten we hier even die B hitten. Oké, okay, dat was een mooie hit. Oké, okay, en ik, ik super wel hierheen, dan kan ik mijn teammate ook gaan healen. Uh, oké, okay, dat was een hele slechte super, sorry teammate voor het zeggen, maar ja, Messi kan gewoon scoren. Heerlijk, 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 heerlijk. Oké, okay. uh, hebben we dit potje toch nog gewonnen? Tegen een moords en een boer, wat wel een redelijk lastige matchup is. Uh, ja, even kijken. We moeten nog vier potjes winnen, dus voor rang 31. Ik denk dat het wel leuk is dat ik uh, even wat meer doorpoes. Dan is de video iets langer. En mensen genieten daar gewoon van, die lange video's. Dat verdienen jullie ook wel trouwens, omdat ik echt een tijdje niet heb geüpload. Uh, dus ja, okay, even kijken. Volgende potje tegen Nita, Primo en Jackie. Makkelijke matchup, SK Yoshi. Fake Joshi natuurlijk, denk ik. Uh, want ja, waarom zou Yoshi met een random primo en een Nita spelen? Ja, als hij met een random speelt. Ha, maar goed. Uh, even kijken, hier kunnen we die knockback doen, prima. Uh, primo gaat er dood door. Ik ja, ik weet niet wat Blut daar aan het doen was, to be honest. Uh, kan ik hier scoren? Ja, mooie goal. Nou ja, niet per se mooi. Het is gewoon een open goal. Dus ja, als je die miste, dan uh, dan uh, is er wat goed mis. Oké, okay. dat zou natuurlijk op het EK natuurlijk altijd wel kunnen gebeuren, maar goed. Uh, huts. mooie knockback van mij. Even die guy killen. Oké, okay, heb ik die Nita Beer ook nog aangepakt? Maar ben ik zelf helaas wel dood door die Beer. Prima. Mijn teammates kunnen misschien scoren. I don't know. We gaan het zien. In ieder geval moeten we nu even terug gaan lopen naar de goal. En eventjes een mooie pin gooien. Oké, okay, uh, even kijken. De deze guys zijn one-shot. Kan ik natuurlijk lekker killen. Uh, Oké, okay. als die guy wegloopt, ja perfect, dan kan ik hem superen Heerlijk, dat was wel een domme play van die Nita om weg te lopen van de bal Want ik had gewoon mijn super, dus ik kon gewoon in principe op die bal afsuperen Had zij niet aan gedacht, denk ik Kan gebeuren, kan de beste overkomen Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Bibi, een Frank en een El Primo Oké, okay. dit wordt weer een beetje een vervelende matchup Want het zijn allemaal een beetje knoppers die heel erg irritant zijn en agressief zijn uh, Bibi staat er wel stil Oké, okay. shit, heb ik 3 mo verspeeld, dat is een zonde. Uh, maar het was proberen waard. Oké, okay. Frank kill mij lekker net niet, en ik kan hier lekker healen en op hem schieten, wat prima is. Lekker zo. Oké, okay, dat was een hele slechte super. Die heb ik een beetje verspeeld, maar maakt niet heel erg uit. Teammate scoort alsnog, en de barrier super is, om eerlijk te zijn, niet heel heel belangrijk. Vooral niet tegen deze knokkers, want je wil niet echt in hun superen, tenzij ze echt one-shot zijn. Uh, laten we die guy even hier. Kijk, nu kunnen we er wel op superen, en ik doe de mijn auto heen met die super, maar dat, dat kan gewoon eigenlijk niet. Dat is gewoon ja, I don't know. dat is niet de bedoeling. Uh, huts, huts, huts. En die guy is daar ook dood. Top. Oké. Okay. Barry is serieus. Zeg maar, ondanks dat dit niet de beste map is voor throwers. Is Barry hier serious wel echt heel goed. Dus uh, dat is mooi. Oké, okay, laten we hier even een mooie dubbel hit gooien. En een knockback. Oké, okay, mooi. Deze gasten worden best wel zoek gespeeld. En Messi kan denk ik gewoon scoren. Ja, lekker. Goede afleidingsmanoeuvre van mij. En dan ben ik misschien toch weer weer Star Player. Nee, trust mij. level 1 is dat. Oké. Okay. Nog twee wins voor rang 31. Laten we even kijken hoe we die kunnen gaan halen. En uh, ja, dan zie ik jullie weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Fang, een Jackie en een Bus. Oké, okay, oké. Okay. Even kijken of we deze gasten kunnen gaan vernederen gewoon. Uh, die Jackie komt heel agressief erop aflopen. Maar die is wel weer teruggeduwd. Mooi. Goed gedaan, Ems. Ik kan die Ems natuurlijk ook gewoon even lekker healen. En dan kan zij... Ja, dan kan zij healen en dan krijg ik daar mijn super van. Oké, okay, prima. Mercedes, Mercedes. Nou, dus ik heb dus, ja, ik heb dus een BMW gekocht. Dus we moeten sowieso even winnen van Mercedes. Uh, laat jullie even weten. Mercedes, Audi of BMW? Ik uh, zat te twijfelen tussen een Audi of een BMW. Ik heb nu een 3-series gehaald, cabrio. Alleen ik zat te twijfelen tussen... Ik, ik wel eerst een A4 of een A6 of zo halen. Maar I don't cabrio is toch net even wat meer flaneren. Vooral met dit weer. Het is natuurlijk echt kut weer in Nederland. Maar nu is het heerlijk zonnig. Alleen ja, nu heb ik die auto helaas nog niet. En dan heb ik hem in dit weekend wanneer het eigenlijk weer kouder wordt. Jammer. Maar goed, we hebben wel even gewonnen van Mercedes. Kudos voor jou. Oké, okay, nog één potje winnen, mensen. En we zijn eigenlijk zoveel aan het jappen. Het is echt een jep-competitie, dit of zo. Maar maakt niet uit. We gaan dit potje winnen. Hopelijk is de match snel. Ik denk het niet. Dus ik zie jullie bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Jackie, een BB en een Colt. Let's go, boys. Oké, okay, laatste potje voor rang 31. even kijken. Uh, oh, MCC, oké. Uh, maar die is nu terug, dus dat is prima Knockbackje gooien op die Jackie En die Jackie loopt weer even lekker in die plasjes Waardoor ze nog meer damage krijgt Top uh, Oké, okay. zonder dat ik daar dood ging Maar het maakt niet heel erg uit, mijn teammates zijn met z'n tweeën tegen die Bibi En dat, dat komt wel goed, denk ik Even kijken Ik denk niet dat ze kunnen scoren, want die andere gasten gaan natuurlijk respawnen Maar goed, uh, ik kan hem even healen als ze dat willen I don't know of ze dat willen Oké, okay, zonder dat hij daar dood is Oké, okay, cold Gaat heel stoer doen. Nog, gewoon even back gooien. Dan is hij dood. Top. Uh, Oké, okay, daar is die bibi. Ik kan niet echt wat met mijn super nu, denk ik. Ik moet even op die cold super. Ik denk dat dat wel een goed target is. Of hier gewoon weg superen Oké, okay, ik wou weg superen om het te overleven. Maar helaas ging ik alsnog dood. Ik heb wel 3000 damage gedaan met mijn super. Dus die super is afgegaan. En daardoor heb ik wel al 70% van mijn super weer terug. Wat prima is op zich. Uh, laten we hier even die guy healen. Oké, okay, er dus zit daar de, de, goed dat... Uh, Messi daar schoot. En anders had ik niet gezien dat daar die guy was. Oeh, zit in een kut, posi kut positie, boys. Eh... Uh, kan die Bibi hier super er, trouwens. Oké, okay, mis ik weer die super. Maar hij is alsnog dood. Hoop ik. Nee. Oké, okay, bal om hoek misschien, teammates. Dit wordt wel een uh, lastig potje weer. Laatste potje voor die ranks zijn altijd wel lastig. Dan denk je toch dat je er bijna vanaf bent. En dan komt er toch weer even een lastige enemy om de hoek kijken. Oké, okay, even kijken. Die Bibi heeft hypercharge. Oei, shit. Uh, doe ik even zo. Dan heal ik ook mijn teammate daarmee. En damage die Bibi. Misschien kan Trust bij level 1 scoren. Ik weet het niet. Nee. Maar die Bibi is dood door Messi echt heel goed gedaan van ons als team. Uh, ik kan hier misschien wat proberen met mijn... Nee, nee. Oké, okay, laat ik gewoon teammate healen. En hopelijk kunnen hun nog wat doen. Ja, dat gaat goed. Let's go, teammates. Oké, okay, ik denk wel dat die Jackie te vroeg terug is. Maar je weet het nooit. Nee, Jackie helaas te vroeg terug. Maar als we gewoon de controle zo houden is het prima. Dan kunnen we over 30 seconden ook scoren. Uh, wacht. Uh, nee, oké. Okay. Dat gaat hem niet worden. Ik kan hem hier wel killen. Prima. En het is ook al chill. Die Bibi kan nu niet echt naar mijn gebied lopen. Want ik hier altijd ijs heb liggen, natuurlijk. Uh, Oké, okay, even kijken. Eén hit nodig voor mijn super. Oké, okay, goed. Die guy is daar dood. Uh, even kijken of ik hier die Cold kan aanpakken. Ja, ik mis hem helaas wel met mijn super. Maar goed, hij is wel dood. En die guy is ook dood hier met Bibi. Alleen nog de Jackie. En ik denk dat we hier wel hebben gewonnen. Kom op. Terus mijn level 1. Uh, I don't know. Oké, okay, mooie poging, mooie poging. Maar helaas, oké, okay, als ik hier. Oké, okay, helaas heb ik hier die bal net niet kunnen pakken. Maar als ik hier gewoon oploop, kan die bibi me toch nooit killen omdat ik infinite healing heb. Snel uh, in die hoek. Hopelijk kan ik erin. Ja, let's go. Rang 31. En mensen, dit was toch nog wel een spannend potje op het einde. GG's naar de enemies. GG's naar mijn teammates. Bedankt voor het helpen, Messi en Nick. Shout out naar jullie. Rang 31. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En ik zie jullie later, later bazen.